de toolbox moet de onderzoeker helpen om in iedere fase van het onderzoek direct te kunnen zien wat hij allemaal moet doen om dat onderzoek op de juiste momenten, op de juiste manier voortgang te laten vinden. Er zijn twee soorten onderzoek, WMO-plichtig en niet-WMO-plichtig onderzoek. En beide soorten onderzoek worden gedekt in de toolbox. Het is door experts zelf ontwikkeld, het wordt door experts zelf gebruikt. Het is eigenlijk een beetje door en voor de onderzoeker. De toolbox is heel belangrijk omdat wij als UMCG het belangrijk vinden dat wij aan alle wet en regelgeving voldoen en dat ook patiëntveiligheid en data-integriteit, dat die gewaarborgd worden. En de toolbox helpt onderzoekers daarbij om op een uniforme manier dat te bereiken. Nou, het is natuurlijk als onderzoeker zo, als je alle wet en regelgeving moet weten, je moet heel veel lezen, uitzoeken, verschillende websites die je moet benaderen om je gegevens te kunnen verzamelen. Waar moet je heen? En de toolbox, daar staat alles bij elkaar. Dus dat is eigenlijk ideaal. Het is met name een hulpmiddel voor de onderzoeker. He, dat mensen moeten het niet zien als iets wat tegen zich werkt. Omdat ze het gevoel krijgen dat ze heel veel extra checklists moeten invullen. Of dat het heel veel extra werk kost. Nee, je moet het juist zien als een hulpmiddel wat je juist tijd gaat besparen op den duur. Wat voor patiëntveiligheid inderdaad ook belangrijk is, is dat de studie goed wordt gemonitord en geaudit in elke fase van het wetenschappelijk onderzoek. En daar biedt de toolbox bijvoorbeeld ook een aantal handvaten voor, hoe dat die monitoring moet gebeuren, hoe dat die auditing moet gebeuren, bij bepaalde studies hoe je een data safety monitoring board moet opzetten, hoe je een onafhankelijke arts moet includeren in je studieprotocol. En dat allemaal eigenlijk om de patiëntveiligheid te waarborgen. Als je een ander soort onderzoek gaat uitvoeren, bijvoorbeeld waarin data gekoppeld worden met externe databronnen, zal die toolbox weer andere checkpoints hebben, dus waar onderzoekers aan moeten denken. En zo proberen we voor alle situaties die zouden kunnen ontstaan, als het medische data betreft en de koppeling van data, waar onderzoekers aan moeten denken. Dus dat kan per situatie verschillend zijn. En het zal ook per fase van het onderzoek verschillend zijn welke factoren dus een rol spelen en welke factoren daar dus in acht moeten worden genomen. Of in ieder geval afgetikt moeten worden als het ware om het goed voor elkaar te hebben. Kijk, wat je als raad van bestuur graag wil is dat datgene wat er hier in huis gebeurt, dat we dat doen volgens de strenge regelgeving die daar vaak voor is. Dat vragen we ook van de mensen die hier werken. Tegelijkertijd beseffen we dat we vaak heel veel van mensen vragen, dat er ook heel veel regels zijn. Dus wat we ook tegelijkertijd willen doen is dat niet alleen van ze vragen, maar we willen de mensen ook de mogelijkheden bieden om dat te doen. En met de toolbox bieden we ze daadwerkelijk de tools om goed, excellent patiëntgebonden onderzoek te kunnen doen op een zodanige manier dat het ook volgens de regelgeving is. En dat is, vinden wij, heel belangrijk. Dus enerzijds vragen we wat van de mensen, maar we bieden ze ook de mogelijkheden om dat op een goede manier te doen. Nou, voor sommige dingen denk ik nu achteraf van ja, dat zou wel heel handig zijn geweest als ik het ook gehad had, inderdaad. Ja, absoluut. Ja.